Dus die relatie tussen dat sociale domein en dat ruimtelijke ben ik ook wel heel interessant kan vinden. Maar dat een kan stimuleren, dat kan elkaar versterken, maar dat kan nooit determineren. Dat is hetzelfde als je wilt veranderen, had ik dan op een gegeven moment, ik heb daar eigen sociale strategieën die je daar kunt voor ontwikkelen, maar het is ook wel interessant om een ruimtelijke daarbij te hebben. En ik heb ook van die architecten geleerd van nadien meer te kijken ook naar de ruimtelijke elementen. Ik vind wel, als je in architectuurscholen en zo, en sommige architecten denken, heb ik soms denk ik, ja, je denkt toch echt niet dat je dat gaat kunnen sturen. Ze zien de complexiteit met heel goede bedoelingen, hè, van bijvoorbeeld ook zeggen van, ja, er moet een ontmoetingsruimte zijn als ze dan iets bouwen, maar dan van een heel naïef beeld uitgaan en dat mensen snakken om te samen te komen en dat die geen ruzie maken en dat er geen fetus in het dorp zijn. Die gewoon, al die dingen, dat ziet er helemaal, die hebben de complexiteit van het menselijk gedrag niet door. Hè. Maar ja, het is wel fijn dat ze er aandacht aan geven.